Ik zit hier met Yvonne van Lierop, coördinator maatschappelijke dienstverlening bij het Leger des Heils. Dat is best een interessante functie. Kun je me er iets meer over vertellen over wat dat dan precies inhoudt? Ja, zeker een interessante functie. Het is natuurlijk wel Leger des Heils in Zeist. Want Leger des Heils zit natuurlijk wel door heel Nederland. En ik ben vrijwilliger in Zeist. Ik ben gepensioneerd van de Nederlandse Spoorwegen. En ik had gezegd, als ik met pensioen ga, dan ga ik meer vrijwilligerswerk doen. Het Leger des Heils is ook mijn kerk. En vandaar dat ik nou zo'n 18 uur coördinator ben. Ik doe maatschappelijke dienstverlening. En dat is wel heel veelomvattend. Want dat is op donderdag leid ik de inloop. Waar zo'n 70 mensen nu komen op een ochtend. Gewoon mensen die wat vertier zoeken, wat gezelligheid. En op vrijdag heb ik, dan is het echte maatschappelijk werk. Waarin we mensen hebben die we kunnen helpen. Mensen die bij ons een postadres hebben. Ja, want we zitten hier om te praten over eenzaamheid. Ja. We zijn nu in Zeist bezig met een campagne tegen eenzaamheid. Dat gaat enerzijds over mensen die zich eenzaam voelen en misschien naar tips zoeken of misschien geholpen willen worden. Maar ook mensen die dus werkzaam zijn in de sociale dienstverlening en die dus ook met eenzaamheid te maken krijgen. En ik kan me voorstellen dat jij een van die mensen bent die regelmatig met eenzaamheid te maken krijgt binnen jouw functie bij het Leger des Heils. Ja, dat klopt. Alleen weet je, het staat natuurlijk bij niemand op zijn voorhoofd. En dat vind ik nog wel het lastigste daarvan. Want niemand heeft die zegt zelf dat hij eenzaamheid ervaart. En dat je daar wel naar op zoek moet. En dat op zoek, dat is nog best wel een lastig item. Ik heb geleerd, zo door de jaren heen, dat je eigenlijk moet signaleren en waarnemen. Wat zie je, wat hoor je. En soms door bepaalde gebaren of dingen die mensen doen, kun je al heel veel uithalen. En zal ik je daar een voorbeeld van geven? Ja. Nou, bijvoorbeeld, we hebben een balie, een receptie bij het leger. We zijn elke dag open. En stel nou dat daar een mevrouw komt en die biedt elke dag, biedt zij één pedaalemmerzak met één hemdje of een paar sokken aan. Dan kun je dat als balie-medewerker, als receptiemedewerker, kan je dat aanpakken. En zeg je, nou, dag mevrouw. Tot de volgende keer, maar die vrouw komt de volgende dag weer. Daar is dus wel iets mee. Dan moet je signaleren, wat is hier aan de hand? Waar zit die mevrouw om te springen? Om een gesprekje, om een kopje koffie met iemand te delen? En dan moet je goed alert zijn als receptiemedewerker, als baliemedewerker. Wat is er aan de hand? En nodig die vrouw uit aan je tafel en zeg, zullen we samen een kopje koffie drinken? Ja. En dan heb je denk ik de kern dat je echt gesignaleerd heb, die mevrouw. En dan moet je het vertrouwen winnen. Ja. Want dat heb je ook niet zomaar. Dan ga je het vertrouwen winnen en dan weer uitnodigen voor de volgende dag. Juist omdat je elke dag open bent. En dan dat vertrouwen winnen, zodat zij over de brug komt. Ja, wat is hier aan de hand? En hoe komen jullie dan ook achter waarom dan bijvoorbeeld zo iemand eenzaam is geraakt? Ja, maar weet je, voordat je dat vertrouwen hebt, kan je weken verder zijn. Ja. Hè? Dus we hebben wel daklozen, want ook daar is eenzaamheid. We hebben iemand die slaapt op de begraafplaats elke nacht, tussen twee bosjes in. Reken maar, daar is ook eenzaamheid. Ja. En daar moet je ook het vertrouwen winnen. Als je bijvoorbeeld een zorgmeider hebt, dan moet je het vertrouwen winnen. Joh, wat is er aan de hand? Waar kunnen we je mee helpen? En dat kan echt weken duren voordat diegene zich blootgeeft en zegt, nou weet je, mijn man is overleden en mijn kinderen willen niet komen. Of er is van alles aan de hand. En dan moet je proberen door dat vertrouwen dat zij uiteindelijk of hij met dat verhaal komt, waardoor je aanknopingspunten hebt om te helpen. En hoe, als dat aanknopingspunt er is, hoe bieden jullie die hulp dan? Nou, dat begint gewoon met een kopje koffie. Dat begint met, wij hebben een folder, een boekje waarin al onze activiteiten staan. Dus op donderdag hebben we inloop, op vrijdag mogen ze komen. We hebben een zangkoor, we hebben een breiclub. Nou, kijk even op die folder, neem het mee naar huis. En dan, waar u interesse in hebt, komt u gewoon weer terug. Dan gaan we erover praten of dat bij u past, of u dat leuk vindt. En dan ga ik de eerste keer met u mee, als u het eng vindt of spannend. En dan, wil u bij het zangkoor, dan ga ik gewoon met u mee en dan introduceer ik u. En ja, zo proberen we de mensen te helpen en die drempels over te komen. Want reken maar dat niet makkelijk is. Als jij een groep ziet zitten, en dan moet je jezelf voorstellen dat je zelf over die drempel moet om je daar aan te sluiten. Het is echt lastig. Dus dat warme welkom, iemand bij de deur, is zo belangrijk om die ander daar overheen te trekken.
Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook zo. En kijk, het lastige is, dat geldt natuurlijk hetzelfde voor bijvoorbeeld mensen, gewone mensen die dus niet per se definitie in sociaal actief zijn in het sociale werkveld. Die zien misschien soms ook wel eenzaamheid. Dus bijvoorbeeld die buurvrouw die inderdaad niet veel buiten komt of geen aanspraak heeft. Of je hebt een collega die altijd in zijn eentje luncht. Heb jij eigenlijk misschien tips of ideeën voor mensen om ook in de omgeving iets te doen tegen eenzaamheid? Kun je daar iets tegen doen? Nou, weet je, ik denk wel, ook als je kijkt vanuit dat signaleren. We zijn altijd als mens geneigd om bij je eigen clubje te gaan zitten. Ja. Als je gaat lunchen tussen de middag met collega's, dan kijk je het restaurant of de kamer rond waar jullie altijd lunchen. En dan kijk je al gauw van, ik ga gezellig bij dat clubje. Ja. We gaan zelden bij iemand zitten die alleen zit. En dat hebben wij nu ook geleerd aan onze vrijwilligers. We hebben dan op donderdag die inloop. Maar ga nou eens zitten bij diegene die alleen aan die tafel zit. En probeer dat contact eens te leggen. En zo trainen wij wel onze vrijwilligers. Doe dat nou eens een keertje. En dan hoef je niet gelijk die ander erbij te trekken. Maar ga er gewoon eens naast zitten. Waarom zou je altijd bij degene gaan zitten die je kent? Ja. Daarvoor ben je niet vrijwilliger. Kijk, dat kun je doen als je ook bezoeker bent. Maar als je vrijwilliger bent, dan verwachten we van je dat je een taak hebt. En dat je goed kijkt wat onze medemens nodig heeft. Ja, dat snap ik inderdaad. Wat is jouw, als ik mag vragen, jouw persoonlijke motivatie eigenlijk om je toch in te blijven zetten voor het leger des heils en hiermee bezig te zijn? Ja, het komt echt bij mij van binnenuit. Ik vind het fantastisch werk, omdat je ook zoveel dankbaarheid terugkrijgt. Afgelopen vrijdag hebben we even een warme maaltijd gekookt, omdat er mensen binnenkwamen, die hadden dus weken geen warm eten gegeten. Die krijgen dan bij ons wel een bon om naar de supermarkt te gaan, maar dan heb je nog geen warme hap. En dat hebben wij op dat moment gemaakt. En ja, waarom doe ik het? Gewoon om die dankbare blik. Of mensen kunnen bij ons ook bijvoorbeeld douchen. He, als jij altijd op straat leeft, is het heerlijk als je op vrijdag even onder de douche kan. En soms zijn het die kleine dingen die mij zo, alleen maar een blik van diegene, van wat lief dat ze dat zeggen, of dat ze weer tevreden, we wassen ook wel eens hun kleren, dan mogen ze in onze tweedehands winkel andere kleding uitkiezen. En dan denk ik, ja, alleen die dankbare blik, dat is voor mij genoeg. Ik vind het heerlijk werk. Ja. Ja, dat snap ik inderdaad, ja. En als we dan gaan kijken naar die mensen die dus met verborgen leed zitten, of die dus eenzaam zijn, zijn dat er veel? Verbaas jij je daar nog over? Of zeg je van, het valt eigenlijk wel mee? Ik denk dat het meer is dan we liever. Ja? Ja, kijk, het lijkt allemaal wel of we elkaar kennen, maar we kennen elkaar helemaal niet. Het is allemaal maar oppervlakkig, maar voordat je het achterste van je tong laat zien, dat duurt wel even, hoor. En ik kijk altijd maar zelf in de spiegel en dan denk ik van, ja, ik doe dat ook niet bij een vreemde. Ga ik ook niet gelijk vertellen waar ik mee zit of waar ik zorgen over heb of waar mijn verdriet zit. Dan moet je echt winnen, dat vertrouwen, en dat je dan ook daadwerkelijk iets kan doen. Van waar kan ik je mee helpen? Heb je zorgen om geld? Heb je geen kleding? Wil je douchen? Zeg maar waar kan ik je nou mee helpen? En dan is het eerst nog, nee, je kan me nergens mee helpen. Het is goed zo. En uiteindelijk komt dan, ja, mijn twee kinderen komen dit weekend. Ja. En ik heb eigenlijk geen geld om iets lekkers voor ze te kopen. Nou, dat kunnen wij voor je oplossen. Dus als je deelt, als je het vertelt, dan kunnen we iets doen. En ja, dat is die drempel waar ze overheen moeten. En dat kan alleen maar elke keer dezelfde gezichten laten zien. Ja. Niet steeds wisselen, want ja, dan ga je geen vertrouwen mee winnen. Maar als je elke keer hetzelfde gezicht ziet, uiteindelijk komt dan het verhaal. En zeg ook nooit dat het jou niet zal gebeuren. Want het is niet voorbestemd alleen maar aan zwervers, daklozen. En wij kennen ook een jurist die zijn hele gezin verloren is bij een auto-ongeluk. En die zegt, voor mij hoeft het niet meer, laat mij maar op straat. Daar is ook zo'n stuk eenzaamheid. Ja. Door wat hij in zijn rugzakje heeft, wat hij mee moet dragen. Maar hij staat wel open voor hulp, voor een gesprek. Ja, dat snap ik. Ja, dat is ook wel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Heftig. Heel verhalen. Intens verhaal. Ja, ja. Echt, ja. Stel, je luistert dit en je ervaart zelf ook bijvoorbeeld eenzaamheid. Of je hebt wel behoefte aan meer contact, maar weet niet hoe. Wat kan het leger des heils jou dan bieden? Ja, ik zou zeggen, bijna elke plaats heeft tegenwoordig een buurthuiskamer. Ja. En kijk daar even naar op als je op internet kijkt. Of anders is er altijd wel iemand in jouw buurt die weet waar het leger des heils zit. Het zijn gewone huiskamers, niks groots. Maar waar je altijd bijna elke dag terecht kan.
En voor een kopje koffie, want daar begint het vaak mee. En er zijn heel veel clubs waar je bij kan aansluiten, wat jou misschien heel leuk lijkt. Maar ja, ik zou zeggen, pak de moed op en de lef om over die drempel te gaan. En anders bel je naar het Leger de Zeils. Of iemand je komt halen. Of iemand met je mee wil lopen. Dat kan ook. Ja. En dan helpen we je samen over die drempel te komen. En als je dan zegt, ik zie naar je uit. Ik sta bij de deur op je te wachten. Dat helpt gewoon. Ja, ja, te gek. Ja. Nou ja, fijn dat we het hierover konden hebben. Ik vind het toch wel bijzonder ook. Ook wel bijzondere verhalen, maar ook inderdaad over wat jullie allemaal bieden en ook hoe je er persoonlijk in staat. Mag ik jou heel erg bedanken? Ja, graag gedaan. En ik hoop dat heel veel mensen de weg vinden naar verenigingen, naar, het hoeft niet altijd de Leger de Zeils te zijn, maar dat ze eruit komen, want het is zo jammer om alleen maar op de bank te zitten. Absoluut. Dankjewel. Graag gedaan. Voel je je eenzaam of wil jij weten wat je zelf kan doen tegen eenzaamheid in je omgeving? Ga dan naar zeistinverbinding.nl voor praktische tips en informatie.